Ja, laten we even... Mevrouw, ja, mag ik Esther zeggen? Ja, Esther, meteen even beginnen bij jouw interesse. Waar is jouw interesse eigenlijk vandaan gekomen en begonnen om je met name zwarte zichtbaarheid in kunst te gaan interesseren? Ja, heb ik zelf ook wel eens over nagedacht. Van de komt het zo. Ik heb in Amsterdam op school gezeten, een middelbare school, en daar zat ik in een hele grote klas waarvan ik denk een derde zwart was. Maar dat was dan Indisch en Surinaams en enzovoort. Dus en waar was dat? Het Spinoza Lyceum. Dus in Amsterdam? Ja. Amsterdam, ja, een hele grote school. Dus ja, voor mij was dat vrij normaal. Een aantal vrienden daaraan overgehouden natuurlijk van school. En zo is eigenlijk Black is Beautiful ook ontstaan, omdat ik met een van de vrienden, waar ik al 20 jaar mee optrek, in het Rijksmuseum kwam en zag dat zij naar andere dingen keek dan waar ik naar keek. Dus dat vond ik wel interessant. Van, je denkt, we kennen elkaar zo lang, we zien hetzelfde. Nee dus. Dus dat is een van de redenen, denk ik, dat de interesse zo is gekomen. Maar ik ook, toen ik er samen met die vriendin achter kwam, dat dit verhaal niet verteld was. Aan de ene kant heb je wel een soort verontwaardiging van, oh jee, wat erg. Maar aan de andere kant ook wel opportunity. Ik vind het een belangrijk verhaal wat verteld moet worden. Ja, ja. Ja, precies. Wat ik ook wilde vragen, want dat is ook, volgens mij ook, ik ben niet echt... Ik ben absoluut geen expert op het gebied van kunst. Misschien stel ik een hele domme vraag. Excuus dan vast. Maar wat ik zelf zie in het Rijksmuseum, bijvoorbeeld bij andere musea, zijn de benamingen. Die kunnen soms heel problematisch zijn. Ja. Daar is nu, daar gaan we straks natuurlijk ook meer over horen, neem ik aan, van Simone en Chandra. Absoluut. In hoeverre, toen jij bezig was, heb je daar rekening? Want als ik in de rekening mee gehouden, was dat een discussie? Hoe ging dat? Ja, het is een enorme discussie geweest. Een van de mensen waar ik mee praatte toen wilde ook de tentoonstelling nog negers in de Nederlanden noemen en zo, nou laat me niet doen. Dus het is voortdurend een discussie geweest en ook bij het benoemen van de bordjes, want daar wil je denk ik naartoe, heb ik er wel voor gekozen dat als kunstenaar het een negerportret noemt, dan laat ik dat zo. Ik ga niet de titel van een kunstenaar veranderen. Nee. Maar als dat niet zo is, ja, dan kan je gewoon zeggen, zo ja, man. Maar ook iets van uitleg erbij, was er iets van duiding daar ook bij, vanuit jullie, vanuit de expositie, hoe jullie daar zelf ook over dachten? Of dat heb je... Ja, nee, maar dat zit allemaal in het boek. Kijk, precies. De teksten, dat is een tentoonstellingsteksten. Precies, dat is een ding. Verhaal. Ja. Nou, dat is meteen een mooi bruggetje, want Alex en Cyprian, jij bent hoogleraar Caribische geschiedenis. Ook initiator, adviseur van intercultureel erfgoedprojecten. En je bent inderdaad als conservator verbonden geweest heel lang aan het Tropenmuseum. En een van jouw meest recente, als conservator kan ik zeggen, toch ook werken is Zwart en Wit uit 2013. Ook naar aanleiding van de afschaffing van 150 jaar afschaffing van de slavernij. Dat ging meer, dat had een sociaal-maatschappelijkere context. Ja. Meer kan ik zeggen, toch? Ja, dat was niet een kunstgerichte tentoonstelling. Er was wel kunst te zien. Ja, veel beeld, maar veel kunst. Veel beeld. Ja, alleen maar moet natuurlijk ook in een tentoonstelling, je moet veel kunnen zien. Maar het uitgangspunt was de vraag: hoe is sinds 1863, afschaffing van de slavernij, zwart en wit met elkaar in Nederland omgegaan? Vanuit het idee dat in 2013 zal er wel heel veel aandacht aan de afschaffing worden gegeven, maar dat is voor de meeste Nederlanders toch ver weg geschiedenis. Maar wat is hier nu in huis de erfenis? Wat merk je daar de afgelopen 150 jaar en vooral ook nu nog van? Ja. En daar ging die tentoonstelling over. En in hoeverre hebben jullie ook rekening gehouden met taal, met woorden, met woordgebruik? Ik neem aan dat dat ook een discussie, dat dat niet altijd makkelijk ging? Ja. Sowieso, ik ben al in 2008 ermee begonnen, omdat ik zag aankomen over 5 jaar is 2013, daar moet het Tropenmuseum iets aan doen. En het werd meteen als idee aangenomen, ja daar moeten we iets aan doen. Maar gaandeweg, toen eenmaal duidelijk werd wat we er dan aan zouden moeten doen, werd het wel steeds stroever. Bijvoorbeeld vanuit dit idee, nou laten we daar aandacht aan geven, want dat is toch eigenlijk geen probleem meer. We gaan toch goed met elkaar om in Nederland. Ja. Het probleem is voorbij. Is het wel nodig? Dus ook vanuit... Precies.
vanuit het museum zelf? Het zijn net gewone mensen. Ja. 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 Nee, dat is zo. Museumbevolking, museumpopulatie is natuurlijk gewoon ja, ook een dwarsdoor. Nou, niet eens een dwarsdoor. Nee, dat is niet. Nee, dat ook, maar dus inderdaad het belang van die single stories, hè, dus van één perspectief de geschiedenis en kunst belichten, heeft ook hierin een hele grote rol gespeeld. Een hele grote rol, ja. Maar wij zijn er ook mee gaan spelen. Dus in de promotiecampagne voor de tentoonstelling hebben we door heel Amsterdam en omstreken affiches en een kleine stickers geplakt en gehangen. Waarvan er één bijvoorbeeld was, het woord neger is echt beledigend. Dus dan benoem je het ook echt. Van, ja. Je wil iets losmaken van, denk daar nou eens over na. Dus in die zin hebben we soms juist de incorrecte woorden gebruikt. Om een vraag te kunnen stellen of iets te problematiseren. Ja. En in hoeverre aan jullie beiden hebben jullie ook samengewerkt met zwarte historici, experts? Hoe is dat gegaan? Ja, ruimschoots. Karel Haarnak was onder andere een belangrijke adviseur. Elmer Kolfing is Antilliaans, maar in hoeverre je hem wel of niet zwart zou willen noemen. Maar die is in ieder geval gespecialiseerd op de verbeelding van de slavernij. Ellen Ombre heeft geschreven in de catalogus. Er zijn allerlei werkgroepen geweest. Er is bijvoorbeeld enorm gediscussieerd over die titel, Black is Beautiful, wat natuurlijk een enorm lastige titel is. En Frank Drachtenstein, dat zag ik hier ook in de zaal zitten, die heeft bij een van die discussierondes gezeten. Dus er is echt, voor zover mogelijk zijn daar heel veel mensen bij betrokken. En bij jou, Alex? Ja, bij ons was het ook zo. Dus ik heb van begin af aan een klankbordgroep geformeerd. Die super divers was. En waar ieder groot idee vanaf het eerste idee tot uitwerkingen is besproken en voorgelegd. En dat heeft ook allerlei veranderingen teweeg gebracht. En ik vergeet nog wel één ding te zeggen. Want er zat ook een heel apart kunstgericht deel wel in. Met onder andere Charles. Die hier ook is. En met die kunstenaars hebben we ook al in een heel vroeg stadium een heel aantal discussies gehad. Ja, ik vergeet ook een belangrijke naam te noemen. Adi Martens, die zat er heel goed aan. Okay. Dankjewel. Ik zag al een vraag. Ja, ik loop heel even om. Hi. Thank you. Hello, Esther, I have two or actually three questions. My first question is, did you encounter any criticism by kind of appropriating a slogan from the Black Power movement in the US for your exhibition, Black is Beautiful? How do you actually justify that, or how do you situate that as a white curator talking about Black people in contemporary or in art? In the history of art, and has there been any critique? Because what I hear is like a reproduction of like talking about Black people, which I then also hear in the way how you talk about enslaved people by just using the name slave, it becomes synonymous with being Black. And I think it's really important in our like language practice to say enslaved people, and also to signify these people are human. In addition to that, how come, even though it is a very negative word, that you still use the N-word then in your presentation, which makes me highly question the approach and also to feel comfortable in, as a Black person when you talk about these issues? Yeah. Okay, dus even drieledig. De eerste vraag, Black is Beautiful, naar jezelf, dat was natuurlijk een problematische titel. Yeah. En waarom toch daarvoor gekozen? Ja, nou dat was omdat die titel inderdaad ontzettend veel problemen gaf. Er is heel veel over gediscussieerd en uiteindelijk was dit, Dim Pijpers heeft hem bedacht, maar ik wil absoluut, op een gegeven moment heb ik het goed gevonden dat deze titel ervoor kwam, want het is ook Black is Beautiful van Val Rubens tot Dumas, maar waarom ik het goed vond was omdat die werken van Iris Kensmulder hingen en dat waren memorietafels met allemaal zwarte helden die vrijheid hadden gestreden. Dus ik dacht van ja, dan is die titel enigszins te verantwoorden. Dus Wim Pijpers en jij hadden het laatste woord. Nou nee, dat is een van die vele discussierondes geweest. En hij heeft toen opeens, want omdat het heel lastig, een van de titels was Zwart Verbeeld, 7 eeuwen zwart verbeeld in de Nederlandse beeldende kunst.
ja, dat is zo saai. Dus er werd gewoon ontzettend. Dat is een marketingtitel, is het gewoon. Dus een marketingtitel. Dus een marketing, ja. Oké, okay, en dan de tweede. The point. It is not a marketing title. It's actually a formula for empowerment. Yeah. You know, and it means something to Black people. You cannot just use it as a marketing, and it becomes an Afrotrope that is usable, which actually fuels into the production of, or like the taking away, Black cultural production in order to then have economic gain and exposure within white culture. So there is like a really deep epistemological problem in here. Was er alles duidelijk met die vertalen? Nee hoor, nee. Het is me helemaal duidelijk. Nee. Esther, wil je erop reageren? Nou ja, ik wist wel dat dit probleem er was. Maar ik heb toch gedacht van we doen het wel vanwege onder andere inderdaad die werken van Iris Kensmel. Dat ik dacht van ja, de vrijheidsstrijd wordt hier wel verbeeld. Dus, maar ik zie mezelf niet altijd maar voortdurend bewust als een witte curator. Dat is misschien een fout die ik maak. Oké, ja. En dan de tweede vraag, help me, dat ging over your second question, the second part. Oké, ja, oké. Thank you. Are there any other questions? Zijn er andere vragen? Is er nog iemand anders die nog een vraag wil stellen? We hebben niet heel veel tijd, want u bent al een paar keer aan het woord geweest. Even kijken of er nog iemand anders wil vragen. Nee? Oké, heel graag. Dan kom ik heel blij naar jou toe. Yes, dankjewel. Het is heel simpel. Ja. Is het woord de Gouden Eeuw juist? Ja. Zoals u het nu zegt, nee. Nee, maar... Waarom ik dit zeg? Het is een begrip. Nee, maar het is geschiedvervalsing. Ja. Nee, ik begrijp wat u bedoelt, maar het is een begrip wat de meeste mensen weten dan dat daar de 17e eeuw mee bedoelt. Maar dat is juist het vervelende. Ja. Mijn kinderen dat meenemen. Ja. Terwijl ze niet weten wat daarachter zit. Ja, ja. Maar wat daarachter zit, zit ook in achter de 18e eeuw en achter de 19e eeuw. Dus dat is niet alleen de 17e eeuw. Dit is namelijk hardnekkig, hè? Ja. Maar, als je de... maar misschien kan ik hier een vraag van maken. Wat nu, hè, zeg maar, voortschrijdend inzicht. Je bent bezig nu met een ander groot onderzoek. Ja. Ga je iets doen met de opmerking ook bijvoorbeeld inderdaad tot slaafgemaakte woordgebruik... Wordt ontzettend over nagedacht. Maar wat bedoel je precies met daar wordt verschillend over nagedacht? Nee, en ook door wie? Voorlopig nog door mij alleen. Ja. Maar daar praat ik natuurlijk wel met mensen over. En een slaaf, ja, ik weet natuurlijk dat het woord is wat nu iedereen gebruikt. En ik denk daar wel over na. Ik vind het tot slaaf gemaakt. In het Engels kan het makkelijk, is het maar in het Nederlands vind ik het zo'n tot slaaf gemaakt. Maar maakt het uit wat jij ervan vindt? Is dat zeg maar doorslaggevend? Kijk, er zijn natuurlijk heel veel mensen. Het gaat over andere mensen. Het gaat over andere mensen, zeker wel. Maar de meningen zijn hier enorm over verdeeld. En er is een kleine groep mensen die daar grote problemen blijkbaar mee heeft. Een andere groep. Een kleine groep, maar goed, los daarvan, is een probleem. Misschien, Alex, hoe denk jij daarover? Ik heb in de loop van de jaren mijn taalgebruik steeds meer veranderd. Als ik nu publicaties van mezelf van 30, 35 jaar geleden lees, dan denk ik, jeetje, dat zou ik echt nooit meer zo opschrijven. Maar dat is een evolutie, dat is een veranderingsproces. Ja. Ik gebruik heel bewust wel slaafgemaakt. Ik vind tot slaafgemaakt inderdaad, dat bekt niet lekker in het Nederlands, maar ik gebruik slaafgemaakt. En dat vind ik wel heel makkelijk opschrijven en taal verandert, dus waarom zou je dat niet gaan gebruiken? Ik heb voor mezelf bedacht van als mensen geboren zijn in de slavernij, maar dat is gewoon nu een uitgangspunt zoals ik nu schrijf. Als ze weer geboren zijn, dan zijn ze slaaf, want ik heb toch het gevoel van het is een sociale positie waar je ook weer uit kan komen. En als je gevangen genomen bent, dan ben je echt tot slaaf gemaakt. Dus dat is nu de constructie die ik in mijn hoofd heb. Nou, daar zijn wel veel vragen over. Ik loop heel even om, dat ik in het midden. Maar dit is maar wel mag precies... ik nog even ingaan op de Gouden Eeuw opmerking? Want ik denk inderdaad dat we daar voortdurend ons van bewust moeten zijn in ons spraakgebruik, wat voor termen je gebruikt. Dus ik heb onlangs een en dat geldt voor heel veel, onlangs een artikel gepubliceerd
wat precies daarover gaat, de achterkant van de verlichting. Want de verlichting is ook zo'n term, hè, waar alle politici naar verwijzen van dat moeten we bewaren. Maar die verlichting had natuurlijk een heel andere kant, het verhaal waar we nu vandaag voor bij elkaar zitten. En dan is het natuurlijk verduistering, zal ik maar zeggen. Dus een verduisterde geest. Dus dat soort termen moet je voortdurend kritisch bevragen. En het lastige is dat het ontwikkelen van een nieuwe schoolmethode gaat meestal 8 tot 10 jaar overheen voordat er weer een nieuw boekje is. Dus wat wij nu bedenken komt voor het eerst, als het erin komt, over 10 jaar in schoolboek. Oké, maar goed, in 2017 komt dit grote onderzoek uit. Dus dat zou een uitgelezen kans zijn. Want ik snap op zich, wat ik hoor, dat voel ik ook. En dat is natuurlijk toch de luxe. Jij zit op een beslissingspositie. Een hele belangrijke, op een belangrijke as. Hè, kunst, cultuur. En jij zit op die beslissingspositie. En dan is het heel, kan je je misschien voorstellen dat het hè, pijnlijk is. Je maakt me groter dan ik ben. Nou, er zijn weinig mensen die dit nu kunnen doen van kleur. Die deze kans zeg maar hebben. Ook met dit soort bedragen en met deze zichtbaarheid. En dan is het pijnlijk om te horen, nou ja, ik kijk wel. Ik zeg niet dat je het letterlijk zo zegt, maar kan je voorstellen dat het misschien een beetje zo kan overkomen. Zo van, nou ja, ik kijk wel even wat ik ermee doe. Terwijl het gaat, hè, ik ben niet van de en zij, maar het gaat wel over ons. Snap je? Ja, nee, ik snap het zeker. Oké, sorry. Ja. Ik probeer het ook te verwoorden, maar er gaat zoveel door me heen dat ik er misschien moeite mee heb. In zijn algemeenheid gaat het hier om de macht om te definiëren, de macht om definities te maken voor anderen, dat is één. En ten tweede is het heel interessant wat hier gebeurt. Het gaat me niet om mensen nu te verwijten of zo, maar even het mechanisme, hè, wat hier aan de hand is. En dat gaat door alles heen, cultuur, hulpverlening, whatever. We zoeken naar de dialoog en we zoeken naar de oplossing, we zoeken niet naar de strijd, dat is genoeg, hè. Dus als we in deze context naar de oplossing zouden zoeken, volgens mij zou het zo moeten zijn dat we constateren dat de mensen die de macht hebben, definities formuleren of hanteren, die ver afstaan van degene die gedefinieerd worden. En de grap is, om dat op te lossen, moeten we niet tegen elkaar blijven roepen hoe dat zit, maar, en dat is kennelijk dus voor deze samenleving zo lastig, want de sleutel voor de oplossing is in handen van degene met de macht. Want degene met macht, die moeten het kunnen opbrengen om het gesprek op basis van gelijkwaardigheid aan te gaan met degene die niet de macht hebben. En in die dialoog moet het gebeuren. Dus dat gewoon een beetje overriding thing wat ik hier zie. Ja, ja. Volgens mij heel duidelijk, heel helder. Nee, maar, sorry, zijn er nog vragen of opmerkingen? Ja, was die? Wie wil jij? Nou ja. Zij wijst nu naar jou. Ja, sorry. Kom maar staan. Ja, mag ik even? Oh, zie. Nou ja, ik had een hele kleine opmerking. Ik als student schrik er een beetje van dat ik nu naar u kijk en ik bespeur zoveel laconiteit, hoe noem je dat? Laconiek. Ik vind je zo laconiek overkomen en dan denk ik ja. Je mist een soort van empathisch vermogen of zo. Het is een beetje demotiverend. Ik weet niet hoe ik het anders moet uitleggen. Van een bepaald soort laksheid in je woordkeuze. Het werkt voor mij demotiverend. Ja. Okay. Het komt op jou zo over. Dat kan ik me goed voorstellen. Maar goed. Dan mij, hoor. Nee, dat is wat ik probeerde te vertalen. Esther, misschien kan je daar toch even zelf nog even op ingaan. Want ik neem aan dat je dit soort gesprekken vaak hebt gevoerd, of niet? Nee, niet zo vaak. Nee. Nee, maar goed, maar dat bedoel ik. Maar begrijp je wat er gebeurt? Maar het punt is. En probeer het niet te zeggen. Ik wil even niet beschuldigen of aanvallen, dat doen we ook niet. Maar Esther, snap je wat zij probeert te zeggen? Dat ik te laconiek doe. Ja. Dat het zo overkomt. Dat het zo overkomt. Ja, nee, dat kan inderdaad. Ja, het is moeilijk om daarop te antwoorden. Ja, dat is moeilijk. Ja. Ja. Want ik probeer het toch enigszins luchtig te houden. En de onderzoek waarin, ik denk niet dat het altijd zo zwaar is. Ik bedoel, ik vind het fijn als ik die schilderijen ontdek, als ik die verhalen vind. Voor mij is het een ontdekkingstocht, een speurtocht. En ik ben ook door al de MCC-archieven, die kent u ongetwijfeld wel, heen gegaan. En ik heb al die slavernij, die tochten gelezen.
en ook meegeleefd en zo. Maar dat is inderdaad een onderdeel ervan. En dat komt ook, dat neem ik zeker mee in mijn boek, het komt zeker wel ook aan de orde. Maar het is niet het hoofdverhaal, want het hoofdverhaal speelt zich af hier. En dus het is een onderdeel. Het is niet mijn hoofdinteresse, laat ik het zo zeggen. Slavernij komt voortdurend op mijn pad, omdat het de onderwerpen zijn die ik onderzoek. Maar het is niet mijn hoofddoel van onderzoek. Nee, oké, goed. Ja. Maar vandaar dus wellicht ook dat je op een andere manier naar kijkt. Oké, okay, ja. Precies. Ja. We hebben nog 1 minuut. Scott, ik wil jou wel heel graag het woord geven. Maar ik wil ook nog, volgens mij wil Alex, jij wilde ook nog iets toevoegen. En dan kom ik bij jou, Scotty. Alex. Van inderdaad, op een gegeven moment zitten mensen, en ik soms ook, in een positie waarin je iets verschil kunt maken. En mijn vraag aan iedereen is, hoe ver moet je daarin gaan en wanneer moet je slikken en denken het is een proces en ik zet nu een halve stap en daarna misschien weer een stap. Concreet voorbeeld, ik adviseer de afgelopen tijd bij een project van de gemeente Amsterdam over gedeelde geschiedenis. In de adviezen die ik schreef werd steeds de terminologie racisme, segregatie, buitensluiting, etc. Die woorden werden gebruikt, die zijn in de laatste versie, wat dus het beleidsstuk van de gemeente werd, eruit gehaald. Wat de gemeente staat wel achter het project, maar wil dat soort termen niet gebruiken. Want dat vinden ze escalerend werken en niet verbindend. Ik vind dat het er juist wel in moet, dat je het moet benoemen. Moet ik dan op zo'n moment zeggen, oké, zoek het maar uit, ik doe niet meer mee? Of moet ik zeggen, oké, maar ik ga het wel weer terugbrengen in de volgende stap. En ik zal er willen op blijven terugkomen. Of moet je echt een statement... Het is echt een dilemma waar je... Is er iemand aan wie je dit wil vragen? Ja, ik vraag het gewoon aan... Oké, is er iemand die daarop wil antwoorden? Ja, mijn naam is Anno Ramon. Ik was ook betrokken bij die discussie waar u het er net over heeft. En wellicht dat u wel richting de gemeente die duidelijkheid wil, niet die duidelijkheid wil betrachten. Waarom zou die dat niet in de kleine nootjes dat wel duidelijk maken? Dat er wel twee meningen zijn, die van u en die van de gemeente. En die van u dekt juist de groepen die met u hebben gepraat. Ja. Dus dat er dat dus in de beleidsstukken beide meningen of het gesprek wordt weergegeven eigenlijk, de discussie. Ja. Is dit een antwoord? Nee, want uiteindelijk wat wij doen is adviseren. En onze naam, mijn naam, komt helemaal niet onder dat stuk. Dat is de naam van, in dit geval de wethouder, de politiek verantwoordelijke. Dus in de discussie daarover en in het gemeentelijk apparaat heb ik het heel duidelijk gemaakt. En ook naar buiten toe, van dit zijn niet mijn woorden. Maar de wethouder zal ze niet gebruiken in haar beleidsstuk. En dat zal ik nooit zo'n nood daar aan toevoegen. Nee, maar jouw vraag is in hoeverre kom ik dan in een soort van opstand? Precies. En met het risico dat ik er dan uit word, hè, tussen aanhalingstekens gegooid. Of werk ik mee om toch nog te kunnen masseren, lobbyen, ver te gaan? Ja, het is geen makkelijke. Ja, ik kom zo naar je toe. Ik ben Caroline Suransky. Mijn ervaring ligt vooral in Zuid-Afrika, waar ik heel lang gewoond en gewerkt heb. En ik herken een heel aantal dingen van de discussie hier. Ik vroeg me af of het aansluit bij de discussie van vanochtend over hoe krijg je nu een seat at the table. En gaat het om het maken van eigen instituties, gaat het om beïnvloeden van instituties die er al zitten. Maar dan ook de vraag van wat voor solidariteiten kun je creëren te midden van alle pijn en alle machtsverschillen die er zijn. En ik denk, in Zuid-Afrika waren we langer bezig met een campagne die heet Luister. En ik denk, luister in die zin, dat er denk ik door heel veel witte mensen nu ook een tijd is van heel goed luisteren. En dat heel belangrijk is. En ik denk ook dat dat gebeurt, anders zouden we hier niet zijn, denk ik, met z'n allen. Maar het is heel belangrijk om, denk ik, nu in deze fase niet... op elkaar te gaan duiken, in die zin wat u ook zei, om echt goed te begrijpen waar komen we nou vandaan en hoe kunnen we nou vanuit onze hele verschillende posities kunnen we een stap verder zetten. In solidariteit, hoe
ingewikkeld die solidariteit ook soms is, omdat we allemaal of van geprivilegeerde of van ja, achtergestelde en ingewikkelde machtsverschillen tussen onze eigen posities in de samenleving zijn. Dus ik vind het een heel goede discussie, maar we moeten ook uitkijken dat we daar niet alleen op focussen. Oké, ik ben er even over het nadenken wat je zegt. Omdat ik, wat ik interessant vind, nou, en dat, sorry, dit is mijn eigen frustratie, wat ik heel vaak hoor. Nee, het is belangrijk dat er naar mensen als jij wordt geluisterd, maar er wordt ook heel vaak gezegd hoe we er mee moeten omgaan. Dus daar blijft het heel vaak in. Ik had beloofd om even naar sport in te gaan. Nee, precies. Dus inderdaad dat er dan ook wordt geluisterd en dan ook naar wat er wordt gezegd, dat daar ook iets mee wordt gedaan. Want de dialoog is in die zin gewoon natuurlijk altijd gewoon heel erg ongelijkwaardig, omdat het om een heel groot verschil per machtspositie gaat. Als jij en ik samen ergens binnenkomen, Esther, waar dan ook, zal er naar jou worden geluisterd. Snap je? Altijd. Ook als we in mijn vaderland Cameroen ergens gaan zitten. Dat is gewoon echt de maatschappelijke, nou, mondiale realiteit. Heel, dus dat is belangrijk. Ja, precies, om dat mee te nemen. Ik had beloofd naar school te komen, dus dat doen we bij deze. En dan sluiten we af met jou. Ja, ik wou even terug over de discussie over Black is Beautiful tentoonstelling. Dat, kijk, in de afgelopen 20 jaar ben ik die multiculturele debatten bezocht heb en georganiseerd heb. Heb ik wel geleerd dat je er eigenlijk niks van moet verwachten, behalve dan het fijne gevoel dat je hebt als je er bent en de connecties die je legt. Omdat het gewoon al 5 jaar weer hetzelfde debat weer. Maar die connecties zijn wel belangrijk, omdat op een gegeven moment, er wordt inderdaad, zoals het in Nederland gaat, een commissie samengesteld die een subcommissie samenstelt die iemand uitkiest die zo'n tentoonstelling heeft. En ik geloof als ik dit zo zie. Het is in mijn geval niet zo geweest. Ik heb het echt helemaal uit mijn eigen delen getrokken. Oh, zeg, zelf dat aangebracht. Niemand heeft mij gevraagd dit te doen. Nee, dan vind ik dat, en het tweede project ook niet. Dat heb ik echt helemaal zelf eerst een jaar geïnvesteerd in vooronderzoek. Okay. En daarna overal op de deuren geklopt van laat mij erin. En ik heb ze het nou eens gevonden. Okay. Allemaal zelf gefinancierd in eerste instantie. Dus niemand heeft mij gevraagd. Dat wist ik niet. En ik moet eerlijk, ik weet niet of ruzie tegen mensen. Als je het zelf doet, moet ik het doen voor mij. Ook je wil. Dat is geen probleem. Maar het gaat wel om, zeg maar, als het op het moment dat het over gemeenschapsgeld gaat, dan zijn daar. Goed, het gaat dan niet over u, maar dan ik zeg dan is het. Dan zie je nu wel hoe belangrijk het is dat er inderdaad een zwart persoon bovenop zit. En dan niet omdat hij dan zwart is, maar omdat je zo'n tentoonstelling wil je juist. Dus die mensen die hier zo. De zwarte jeugd of zwarte mensen bereiken. En die bereik je niet als je daar zo'n. Maar bij Black is Beautiful zat zeker op het laatste segment, zat Adi Martens. En die heeft heel veel adviezen gegeven over de keuze van een zwarte kunstenaar enzovoort. Mag ik maar even met punt? Laatste punt? Ja. Punt nou, mijn punt is dat die machtsposities zijn heel. Het gaat even niet over u ook, hè? De machtsposities zijn heel erg belangrijk. Zo, dat bij tentoonstellingen, bij nieuwe instituten, dat daar niet alleen. Dat daar heel duidelijk mensen zitten met hun roots in die zwarte samenleving. En die vertaalslag kunnen maken, weet je wel, van met cultuur, beleid en de achterban. Ja, en dat, helemaal mee eens. Ja. Dankjewel. Zo, heel kort nog, want we moeten door naar het volgende gesprek. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik geloof dat we tegen het probleem van de taal aanlopen, wederom. Voor mensen die in het Nederlands schrijven en in het Engels schrijven. Die kennen dat vast wel, dat je, er zijn een heleboel termen in het Engels die we niet goed vertaald krijgen naar het Nederlands. Ik heb een keertje een hele lange discussie gehad met de Nederlandse editor waarom zwart met een hoofdletter moest en niet met een kleine letter. Dat heeft gewoon 3 weken geduurd. Die stappen, dat zijn hele kleine stappen die gemaakt worden binnen de Nederlandse context. En waar we bijvoorbeeld een enslaved, waarin we in het Engels precies begrijpen wat we daarmee bedoelen, weten we in het Nederlands nog niet precies wat we bedoelen met tot slaaf gemaakt. Het concept is nog niet helder voor ons allemaal. En ik denk dat we daarom dus tegen die taalproblemen en die vertaalproblemen aanlopen. En ik wil dus nogmaals gewoon stressen dat we onze eigen woorden bedenken voor onze eigen specifieke situatie, zodat we het echt over onszelf kunnen hebben. En niet proberen telkens concepten die elders vandaan komen te vertalen naar onze situatie. Dat is wat ik erover was. Maar heb je een idee over tot slaaf gemaakt dan? Wil je daar iets mee zeggen? Ook? Ik heb daarover nagedacht, want ik ben nu een tekst aan het schrijven en dan heb ik tot slaaf gemaakt en in slavernij geboren. Dat is wat ik nu gebruik. Ja.
Dus niet het woord slaaf, maar in slavernij geboren. Eigenlijk zou verslaafde mooi zijn. Ja, dus dat snap je. Dus, en dan zeg ik nu in slavernij geboren. En dan over een paar jaar denk ik er weer anders over. Want dan heeft iemand anders komt met een betere term. Snap je? Dus we zijn met z'n allen in ontwikkeling om een taal te ontwikkelen die past bij hoe wij denken over de situatie. Ja, en dat is natuurlijk ook in andere landen ook zo. En is dat heel fluïde. Je kan ook heel vaak over mensen hebben. Je hoeft niet altijd die positie te benoemen. Als je het hebt over in een bepaalde context, kun je het ook gewoon over mensen hebben. Of mensen in slavernij, of mensen bij naam noemen, of een groep van naam noemen. Ik ben daar veel creatiever in geworden door deze daar kritisch op. Juist door de kritische en de discussies en de ruimte daarvoor. Ik sluit af met Antoine Deul. Ja, ik wilde toch even één punt maken. De twee vragen die door de jonge dames gesteld werden. Ik vond het hele goede vragen. Een hele belangrijke vraag die ze stelde. En toen werd het een beetje ongemakkelijk. Mm. En we zijn wel met een stuk geschiedenis en een stuk heden bezig die heel ongemakkelijk is. En ik voelde toch een beetje de tendens in de zaal dat we dat even weer glad moesten strijken. Dat we daar niet moesten gaan als het pijnlijk wordt. Maar daar moeten we dus juist wel naartoe. En aan de panelleden wil ik even meegeven. Als je met dit soort onderwerpen bezig bent, denk ik als witte onderzoeker, dat je ook steeds jezelf moet blijven bevragen, elke keer weer, als je hiermee bezig bent. Dus die vragen die door deze jonge dames gesteld werden, ik zou aan u mee willen geven van luister daar even rustig naar, laat het even bezinken en bevraag uzelf van, ja, wat kan ik hiermee? Dus dat wil ik even meegeven. Maar dat suggereert een beetje dat we dat niet zien. Nee. Dat vind ik niet zo correct. Nee, nog extra meegeven, precies. Ja. Het is één groot leerproces. Absoluut. Nog een korte reactie erop? Of kunnen we het zo wel... Kunnen we het niet nee, ik leer dagelijks bij. Absoluut. Ik verander ook dagelijks. Dus wat dat betreft... Oké. Okay. Heel erg bedankt. Esther Schreuder, Alex van Stipiaan. Dank u wel.